Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Heb je ook altijd afgevraagd waar die splitpen en die o-ring snel vandaan komt? Nou, wij gaan vandaag kijken bij Kramp. Mijn naam, ik Victor, achter de camera zit Gerard. Hier zie je zeg maar een heel stuk kastengebied. En hier op de rollenbaan komen de bakken komen langs. Ja. En op het moment dat, dat deze bak een onderdeel moet hebben wat in deze gang ligt, dan wordt hij eraf geduwd. Je ziet dan op zijn scanner welk schaft hij moet hebben. Dus hij weet niet wat voor product hij moet pakken. Hij ziet alleen een locatie en een aantal. Dan loopt hij dus hier naar het schap. En dan ziet hij, oké, deze locatie moet ik hebben. Dan scant hij de locatie. Dan geeft de scanner nog een keer aan of hij op het goede vak zit. En dan moet hij bijvoorbeeld twee stuks pakken. Dan pakt hij twee artikelen. Loopt hij terug naar de bak. En dan legt hij ze in de bak. En dan kan hij de bak weer terug de baan opduwen. Zo gaat die bak zeg maar helemaal een rondje. Dit loopt zeg maar een soort zigzag, loopt dit tussen alle magazijnstellingen door. Ja. Want je ziet allerlei bakken in de stellingen, daar zitten onderdelen in. En daar centraal zit iemand die krijgt die bak naar zich toe gezonden. En die krijgt ondertussen ook een bak die naar de klant gaat naar zich toe gezonden. En vervolgens staat er groot in beeld hoeveel stuks van de voorraadbak naar de klantbak moet. En zo kun je heel snel kun je orders pikken. Je kunt je voorstellen, als je een lange gang hebt met allemaal kasten, dan moet je iedere keer op en neer lopen om de juiste artikelen te pakken. En nu kan de persoon gewoon blijven staan en die krijgt elke paar seconden weer een nieuwe bak. Je pakt het aantal artikelen over, duwt de bakken weer weg en komt weer de volgende bak. Waar je net de bakken allemaal tussen de magazijnstellingen door hebt zien gaan, komen ze uiteindelijk hier terecht. Zijn de bakken dicht. Ja, ik zie hier nog een label. En uiteindelijk verdwijnen ze hier aan het einde van zo'n rij. Worden ze opgestapeld op een pallet. En die pallets gaan daar de trucks in. Die gaan naar Nieuwegein en naar Zwolle. En van daaruit worden ze dan weer helemaal over Nederland verspreid. En dan gaan ook de truck of meerdere trucks naar België. En ook daar zit weer een distributiecentra, waardoor het weer uiteindelijk straks weer onze klanten geleverd wordt. Kun je je voorstellen bij bol.com of Coolblue dat alles in een doosje past? Ja, dat is hier niet. Als de klant deze 1 voor 6 bestelt bij ons vanmiddag, ja, dan heeft hij hem ook de volgende ochtend voor 8 uur in huis. Oké. Okay. En hoe ga je dat oplossen dan? Dat zoiets. Dus een losse collie gaan ook naar de vervoerder. En die worden dus gewoon als los stuk worden die vervoerd. En die moeten dan uiteraard in een trailer. Dat past niet in een klein busje. De artikelen die liggen door elkaar. Ja. En dat schept bij klanten wel eens verwarring. Want stel dat hier iemand een foutje maakt en die weet dat hij daar dit schap moet halen, maar het was toch net dat schap ernaast. Dan krijgt de klant iets heel anders. Dan krijg je wel eens vragen van, dan krijg ik een mengmesdeel in plaats van een steunpomp. Hoe kan dat? Want bij onze klanten ligt alles netjes naast elkaar. Ja. Dan heb je de kleine steunpoten naast de grote en dan komen de mengmesdelen de kleine naast de grote. Ja. Hier ligt het door elkaar, want dan kijk je puur van hoe snel loopt iets. Als iets heel snel loopt, dan moeten we het vooraan leggen, ja, zodat we maar hele korte afstanden hoeven te lopen. En als iets maar heel langzaam loopt, dan gaat het steeds meer achteraan. Het is een heel variabel locatiesysteem. Dus als iets leeg is, dan komt gewoon het volgende wat aan de beurt is, wordt hier dan opgeslagen. En dat kan een heel ander artikel zijn. Ja. Waarom zit je eigenlijk hier in Vaxenveld? Omdat de oprichter, Johan Kramp, hier nu precies 65 jaar geleden begonnen is. Hij is begonnen met een restpartij aan onderdelen ergens op te kopen. Ja. Die heeft hij hier in de buurt in een hotel, in een schuur mogen opslaan. En die is hij gaan verhandelen. En vanuit dat handelen is hij steeds meer gaan handelen. Hij heeft zeg maar meerdere productlijnen uitgebreid. Ja, en dat is nu in 65 jaar doorgegroeid tot wat hier staat. Ja. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van onze rondtour bij Kramp. Vond je dit ook een hartstikke leuk filmpje? Geef het even een dikke duim. En een reactie hieronder. Geef ik meteen even aan welk onderdeel jij denkt dat meest verkocht wordt bij Kramp. De splitpen of de o-ring. En vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal aritrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Maar dan moeten we hier dus ook echt een splitpen in theorie tegenkomen. Ja, dus de splitpen. Kijk. Ja, gewonnen. We hebben de splitpennen. De splitpen. Dat hebben we nog niet gezegd, maar eigenlijk zijn we gewoon op jacht naar de splitpen. De splitpen? Yes, missie geslaagd.